Hallo, mijn naam is Marlies van Wijk en ik werk binnen de afdeling Brand Manage bij Spar. Wellicht heb je berichten op mijn Spar al gezien, maar vandaag lanceren we dan eindelijk de nieuwe bedrijfskleding van Spar. We zijn vandaag in Spar Nieuwpoort, waar de bedrijfskleding voor het eerst gedragen wordt. Jullie zullen vast nieuwsgierig zijn, dus laten we gauw naar binnen gaan. Let's go! We zijn vandaag te gast bij jou in de winkel. Ja, welkom in de mooiste Spar van Nederland. Nou ja, we zijn als Spar steeds meer de transitie aan het maken naar foodservice. En jullie winkel is ook recent verbouwd. Hoe bevalt dat? Ja, buitengewoon goed. We hebben een prachtige winkel gekregen. Hij is mooi, overzichtelijk, transparant, compleet oogt hij. Maar natuurlijk als fantastische nieuwe aanvoeging ons foodservice gedeelte met daarin de Tosti Club. Ja, want jullie hebben de Tosti Club nu toegevoegd. Hoe gaat dat samen? Ja, dat gaat prima samen. Wordt buitengewoon goed ontvangen door de klanten. Een hele welkome aanvulling op onze aanbod, zeg maar. Voor onszelf is het wennen. Het is een andere tak van sport, uiteraard. Het is horeca. Wordt wat meer geappelleerd aan onze gastvrijheid. En aan de kwaliteit, uiteraard, die we moeten leveren. Maar zoals jullie kunnen zien, wordt dat ook gedaan. Nou, je medewerkers zijn al aan het werk in de nieuwe bedrijfskleding. We gaan daar eens kijken. Hey Jenny, jij bent vandaag aan het werk in de nieuwe kleding. Hoe bevalt het? Prachtig, het schort is erg functioneel en die zorgt ervoor dat het blouseje ook schoon blijft. Dankjewel. Laten we nu gaan kijken hoe de kleding in de verscounter eruit ziet. Als er één artikel is dat zorgt voor een gastvrije, hygiënische uitstraling en helemaal past bij foodservice, dan is het dit leuke overhemd wel. Het overhemd is met de overslagsluiting en grove stof geïnspireerd op de traditionele koksbuis, maar dan in een eigentijdse uitvoering. Op de schouder een mooie groene afwerking. En op de mouw een handig pennenzakje. Het overhemd bevat een easy iron en vuilafstotende finish. Het voordeel hiervan is dat de stof niet snel kreukt en vlekken trekken hierdoor niet snel in de stof. De mooie off-white kleur geeft het overhemd een ambachtelijke en hygiënische uitstraling. Styling tip. Rol de mouwen op en maak je outfit af met het leuke strikje. Bij het overhemd of shirt hoort ook dit schort. Het schort is multi-inzetbaar, want het is zowel te gebruiken als lang schort, maar je kunt het ook als korte sloof dragen. Bij de verscouter adviseren we je om het als lang schort te dragen, om daarmee je eigen kleding zoveel mogelijk te beschermen. Ben je in de winkel aan het werk, dan draag je het schort als kort model en ziet het er verzorgd uit. Aan de achterzijde van het schort bevindt zich een drukknopje waarmee de halsstrap uit de nek kan worden vastgezet. Styling tip: strik het schort aan de voorkant. Ik sta hier met mijn collega Jan-Hein, de brandmanager van Spar. Jan-Hein, fijn dat je er bent. Ben je blij met de nieuwe kledinglijn? Ja, ik ben ongelooflijk trots dat we vandaag de nieuwe Spar bedrijfskleding kunnen presenteren. Kun je iets vertellen over de totstandkoming van de nieuwe lijn? Ja, we zijn natuurlijk al jaren bezig bij Spar met de modernisering. Waarbij we van food retail naar food service bewegen. En ja, daar hoort ook gewoon ontwikkeling op bedrijfskleding bij. Dus we hebben een kleding ontworpen die naast de hygiëne die daarbij nodig is, natuurlijk ook heel erg bijdraagt aan de merkuitstraling en aan het gastvrijheidsgevoel. Wat is dan precies de insteek van de nieuwe lijn geweest? Een eigentijdse moderne kleding waarbij we ook heel erg hebben gekeken naar duurzame materialen en een natuurlijke uitstraling. En de kleding is ook nog genderneutraal. Wat bedoel je precies met genderneutraal? Genderneutraal wil eigenlijk zeggen dus dat je voor jongens en meisjes, mannen en vrouwen dezelfde uitstraling hebt in de bedrijfskleding. Maar natuurlijk hebben we wel rekening gehouden met de verschillende soorten pasvormen tussen dames en heren. We hebben ook gekeken naar leeftijden, lengtes en maten. Het is ook leuk om te zeggen dat je verschillende items hebt die je met elkaar kunt combineren. Zodat voor iedereen iets is wat bij hem of haar past. Hebben we ook getoetst of de kleding prettig is om in te werken? Ja, vanaf het begin van het proces hebben we met een klankbordgroep gewerkt. Met Spar ondernemers. Dus vanuit ontwerp naar passessies op het hoofdkantoor. En uiteindelijk een draagtest in een aantal winkels gedurende een aantal weken. Op basis daarvan hebben we echt de terugkoppeling gekregen dat het een prettig draagbare collectie is geworden. Dankjewel voor nu, Jan-Hein. En daar is Sterre in de nieuwe
t-shirt en schort. Sterre, wat vind je ervan? Fijn, het zit super lekker en het ziet er ook heel mooi uit. En de schort die maakt het wel helemaal af. Nou, goed om te horen, dankjewel. Laten we dan nu het schort en het t-shirt even in detail bekijken. Dit leuke shirt met ronde hals in een lichtgrijze kleur is er in korte mouw en lange mouw. Het shirt is gemaakt van polo-stofkwaliteit, eigentijds, sterk en comfortabel. De grove structuur en de zware kwaliteit zorgen ervoor dat het shirt niet snel kreukt. Let ook op de details die zijn toegevoegd, zoals de spartape, het logo en een groen element op de schouders. En ook hier vind je op de mouw het pennenzakje. En dit is het vernieuwende unisex jasje. Ideaal te combineren met het shirt, maar ook met overhemd. Het is gemaakt van 100% katoen en voelt soepel aan. Je kunt dit jasje dan ook alle seizoenen dragen. Het jasje heeft diverse handige zakken en uiteraard het pennenzakje. Je kunt de mouwen van het jasje ook opstropen en vastzetten. Als je wilt, kun je het jasje door middel van een touwtje extra tailleren. Styling tip. Je kunt het jasje dicht dragen, maar het staat lekker vlot als je het open draagt. De collectie is ontworpen waarbij je gemakkelijk laag over laag kunt dragen. Voor extra koude dagen is er ook nog een thermoshirt te bestellen. Je bent druk bezig in het magazijn. Maar hoe bevalt de nieuwe buitenjas? Ik ben veel bezig buiten aan het werk en ik ben binnen aan het werk. Ik ben de boodschap aan het bezorgen en als de vracht komt dan ben ik aan het lossen, aan het laden. Ja, hij is lekker warm, maar ook niet te warm voor tijdens het werken. Hij is wind- en waterdicht. Kortom, het is echt de perfecte jas om mee te werken. Nou, goed om te horen. Dankjewel. Zoals Jolijn eerder vertelde, hebben we dit proces niet alleen gedaan. Collega-ondernemers hebben ons hierbij geholpen door middel van een klankbordgroep en via een videoverbinding hebben we contact met hen. Nicky uit Schijndel, Luc van Spar City Arnhem en Ingrid uit Colijnsplaat. Hoi. Hallo. Hallo. Nicky, jij was onder andere betrokken bij de passessie en de draagsessie. Kun je wat vertellen over de ervaringen? Wat vonden je medewerkers ervan? Ze vonden de kleding heel fijn om in te werken. Het heeft een hele mooie uitstraling. Het is wat hipper. Het lijkt ook wat meer op de kleding die ze in hun vrije tijd dragen. En ze hebben wat meer opties. Jasje aan of uit. Je shirtje. Dat kunnen ze zelf bepalen afhankelijk van waar ze het fijn vinden om in te werken. Dus zij zijn heel enthousiast. Luc, jij hebt onder andere ook een tostenclub. Hoe gaat dat samen? We hebben inderdaad een sparwinkel met daarin een tostenclub. Op dit moment dragen de medewerkers de kleding door elkaar. Dus zowel de spar, polo's in het groen, rood, als ook de Tosti Club kleding, zwarte shirts, zwarte polo's. Medewerkers vinden het over het algemeen heel erg fijn om gewoon te kunnen kiezen. Maar voor de herkenbaarheid naar de klant is het niet optimaal. Dus ik ben heel blij dat we toegaan naar één collectie, die wij als ondernemer op één plek kunnen gaan bestellen. Maar ook vooral dat we gaan zorgen voor herkenbaarheid richting de klant. En ik denk dat er binnen de collectie genoeg te kiezen is voor medewerkers om fijne werkkleding te kunnen dragen. Jullie hebben als klankbordgroep feedback kunnen geven met name over de functionaliteit. Zit het lekker? Wat zijn nou punten waar jullie tegenaan liepen? Wat zijn verbeterd? Behalve wat kleine dingetjes zoals lengte of breedte van bepaalde items, liepen we met name tegen de buitenjas aan. We bezorgen veel per fiets. En die jassen bleken niet wind- en waterdicht. Dus dat is verbeterd gedurende het proces. En ook de schorten, die schuurden wat in de nek. Dus daarvan is de halter van een ander materiaal gemaakt, waardoor die comfortabeler te dragen zijn. Ingrid, design is natuurlijk ook belangrijk. Jij als vrouw, waar heb jij vooral op gelet? Ik heb opgelet op een beetje de tijd, de trend van nu. Dus de kleuren, de modellen. Van Spar zijn we eigenlijk een beetje gewend. Een beetje die felle kleuren, zwart, rood, groen. En ik had zelf zoiets van, het wordt wel eens tijd dat we een beetje met de tijd meegaan. En dan eens kijken wat
in de natuurtinten wat kunnen doen. En ja, het resultaat is er wel. Nikki, hoe werd er tijdens de draagtest gereageerd door klanten? We hebben een foto geplaatst op social media. Daar waren de enthousiaste reacties al te lezen. En verder vallen mensen gewoon heel snel op. Dus we hebben een mooie witte blouse voor op het Versplein. Iedere klant ziet meteen iedere medewerker staan. Dus ook die waren heel enthousiast. Ingrid, waren er nog dingen die jij miste in de collectie? Ik miste de overhemd met de kraag. Vooral voor de ondernemer. Ik ben heel erg blij dat hij teruggekomen is. En ook in de grijstint. Dus ja, super fijn dat hij terug in de collectie is. Nikki, Luc en Ingrid, super bedankt voor jullie deelname. Jullie inbreng en ervaringsdeskundigheid is echt super belangrijk. Dus dankjewel ervoor. Graag gedaan, dankjewel. Tot ziens. En dan gaan we nu terug naar de buitenjas die we van dichtbij gaan bekijken. Bezorgen wordt steeds belangrijker. Er is daarom ook een jas voor het bezorgen van de boodschappen of een snelle lunch. Deze jas is ook fijn voor het lossen van de vracht. De jas is wind- en waterdicht, bevat 3 zakken met rits, sparkoortjes in de kraag en voor de veiligheid een reflecterend logo op de voor- en achterzijde. Welke stap hebben we gezet op het gebied van duurzaamheid? Bij het binnenjasje, het schort en de t-shirts hebben we gebruik gemaakt van 100% biologisch katoen. Dat is gecertificeerd volgens een van de hoogste standaarden in de kledingbranche, GOTS. En dat zie je dus ook op het labeltje wat op de kleding geborduurd is. En hoe zit dat met de items waar polyester in zit? Bij de buitenjas, maar ook in het witte hemd en de blouse zit polyester in. Maar de polyester is gemaakt van een recycled pet, dus eigenlijk van statiegeldflessen. En daar maken ze dan kunststof van, zodat dat ook duurzaam is. En dat kun je zien, zowel bij de biologische items als bij de gecombineerde items, doordat we ook een label op de kledingstukken hebben gezet waarbij je dat verhaal vertelt. Dat klinkt goed, maar wordt het niet heel erg duur? Nou, dat valt mee, want we hebben de hele collectie aan het begin een inkooptender gedaan. Dus we hebben verschillende leveranciers offertes gevraagd. En daarbij niet alleen gekeken naar de prijs voor het product, maar een combinatie van de beste kwaliteit en duurzaamheid en dat voor de beste prijs. En daar is Company Fits uitgekomen als nieuwe leverancier. Spar hebben we gekozen voor een nieuwe leverancier, Company Fits. En bij ons is Mandy Fleur. Mandy, kun je wat meer vertellen over Company Fits? Ja, wij van Company Fits ontwerpen en produceren custom-made bedrijfskleding. Dat doen we inmiddels 20 jaar lang en nu dus ook voor Spar. Onze vorige leverancier had een eigen webshop en een klantenservice beschikbaar. Hoe zit dat bij jullie? Ja, ook wij hebben een webshop ontwikkeld van waaruit de kleding zometeen besteld kan worden. Daar zit ook een helpdesk aan gekoppeld, dus mochten er zometeen vragen zijn over de kleding of over het bestelproces, dan staat de helpdesk klaar voor die vragen. We hebben natuurlijk nieuwe kleding, waarbij mensen die nieuwe kleding willen voelen en passen en zien. Hoe gaan we dat aanpakken? Er zal sowieso een hele duidelijke instructie komen voor het bestellen van de juiste maten. In principe geldt, heb je van je vrije tijdskleding maat M, dan kan ook van de nieuwe Spar bedrijfskleding maat M besteld worden. Op aanvraag organiseren we ook passessies in de winkels. Hiervoor kun je je aanmelden bij je regiomanager tot en met 23 april. En dan komt er iemand van ons of van Spar langs om de kleding door te passen en te kijken welke maat er besteld moeten worden. Die passessies, waarom zijn die passies zo belangrijk dat ze zich daarvoor aanmelden? Ja, dat is van belang omdat wij gewoon graag willen weten welke kleding er zo meteen nodig is, hoeveel stuks in welke mate. Dus daar hebben we jullie hulp bij nodig om daar goed inzicht in te krijgen. Dus voer zeker je bestelling in. Duurt natuurlijk nog even voordat de kleding wordt uitgerold, maar je kan tot dat moment gewoon je bestelling ook aanpassen. De levering duurt dus nog wel even, begin 2023. Is de huidige collectie tot die tijd bestelbaar? Ja, tot die tijd blijft de huidige kledinglijn gewoon bestelbaar bij jullie huidige leverancier. Mooi. Wat gebeurt er met de oude kleding? Ja, zometeen op het moment van uitlevering wordt er ook een kledingrecyclezak meegestuurd. Daarin kan de oude kleding verzameld worden. En we zullen uiteindelijk jullie nog gaan informeren over wanneer die kleding naar ons retour kan, zodat wij het een tweede leven kunnen geven. Dankjewel, Mandy. Laten we alles nog even op een rijtje zetten. We hebben passessies op aanvraag, waarbij je je kan aanmelden via jouw regiomanager. Aanmelden graag voor 23 april. De indeling is op efficiënte route. De kleding kunnen jullie vervolgens bestellen via cfbestellen.nl. De huidige collectie is tot eind dit jaar nog te bestellen via Alexandra. Heb je vragen? Mail naar het servicebureau. Nancy en Johan, super bedankt voor jullie gastvrijheid. Fijn dat we hier mochten zijn.
Janijn, tevreden? We hebben fantastisch mooie nieuwe bedrijfskleding van Spar. Helemaal tof. Nou, laten we dan met z'n allen de bestellijn openen. Tellen jullie mee? 3, 2, 1.